Het is gewoon geen team meer. Onderweg in het vliegtuig naar? Manchester United. Manchester. Excited? Zeker weten. Fantastische wedstrijd. Geweldige ploegen. Dus we kijken er enorm naar uit. Ik gok dat het wel een leuke wedstrijd gaat worden. En het wordt heel makkelijk voor Liverpool, gok ik. Oh, er zit hier een Liverpool-fan. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik moet helaas een Manchester United-shirt kopen, omdat het zit van die die-hard-fans. Dat gaat echt verschrikkelijk komen. Grote Manchester-fan? Nee, ook Liverpool-fan. Ja. Ik kom hier ook Liverpool-fan. Ja, helemaal terecht natuurlijk met Van Dijk. Ja, zeker weten. Ik denk ook dat, dat Liverpool gaat winnen vanavond. Nou, ze doen het allebei niet zo heel goed deze competitie. Dus het zal een spannende wedstrijd worden. We gaan winnen natuurlijk. We is? 3-1. Maar we is dan Manchester? Manchester natuurlijk. Ja. Maar ook zonder twijfel zegt u gewoon 3-1? Uiteraard, natuurlijk. Waarom zonder twijfel? Want ik bedoel, die competitiestart was belabberd. Nou, nee, dit is de wedstrijd van het jaar. Hier gaan ze gewoon vergeven. Dit gaat er gewoon worden. Ja, het is eigenlijk een beetje de lammen tegen de blinden. Liverpool 2 keer gelijk gespeeld. Nou ja, Manchester is bekend hoe het daar gaat. Dus, maar uiteindelijk denk ik wel dat Liverpool gaat winnen vanavond. Kijk je ook met speciale belangstelling naar Ten Hag? Zeker weten. Ik hoop dat hij het heel goed gaat doen. Hoe vind je dat hij het doet? Hij doet het een beetje naïef, vind ik zelf. Hij is daar natuurlijk toe gegaan. Een paar nieuwe spelers, Malasia. Van de Beek zet hij niet in de basis. Ik zou het rigoureuzer gaan doen. Maguire eruit. De Gea misschien een keertje eruit. Gewoon rigoureuzer veranderen. Want op dit moment blijft het gewoon hetzelfde zoals vorig jaar. Nou, ik denk heel eerlijk dat hij zichzelf een beetje heeft overschat. En dat ervaart hij nu een beetje. En ik ben bang dat hij uiteindelijk niet gaat redden. Het is gewoon geen team meer. Het is gewoon ieder individueel moet zijn eigen dingen laten zien, zijn eigen kwaliteiten. Denk jij dat Ten Hag iemand is die daar weer een team van kan maken? Ja, dat denk ik dan weer wel. Alleen het gaat gewoon zo snel in het voetbal dat je snel wordt ontslagen. De Engelse media gaat helemaal raar over je doen als je 1 wedstrijd verliest. Ik denk dat het daardoor dat hij weer snel wordt ontslagen, gok ik.